Zet een grote piep aan, jongen. Go, 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 go. What the fuck? Yeah. Deze man is niet goed, hoor. We zijn nog in Duitsland met de Puma SD, maar niet het topic van deze video. We zijn hier bij Apex te gast, want we mogen iets heel gaafs doen. Wij gaan namelijk samen met Misha op pad in de Yaris GR. Super vet, kan niet wachten. Een auto die ik natuurlijk vol lof heb mogen ervaren op de Nederlandse wegen. Maar hoe gaaf is het om die auto te ervaren op een circuit waar die een soort van is ontworpen. Veel Yaris GR's hier in de buurt. Natuurlijk super gave auto en wij mogen het ervaren. We gaan eerst een rondje met Misha en daarna neem ik mijn broertje achter de camera mee. Voor een rondje nummer 1 Yaris GR. Three-way adjustable, maar ook actief elektronisch verstelbaar. Serieus? Dat je telefoon wil bestellen. Oh, dat is het? Ja. Dat is eigenlijk alles wat betreft onder motorkap. Vermogen is standaard. Zoals gezegd, ik denk dat het wel genoeg is. Voor de ring, voor menig bestuurder. Precies. Die komt een gewoon puur rondje met de auto wil rijden. Dan aan de zijkant, wielen, remmen, endless remschijven. Ja. Endless MA, MA45B remblokken. Ja. Standaard remleidingen, endless remvloeistof, Procheck wielen en nu met een mooie zomerse dag hebben we Nankang Air 1 semi-stuks eronder. Lekker! Achter is alles standaard, uitlaat maakt niet zoveel uit op dit auto. Binnenkant ook, is wel een beetje anders. Ja. We hebben cargo position stoelen met schrot gordels, 4 punt. De stoelframes zijn verlaagd, want de normale Yaris frame zit je echt net als, alsof je in een bus zit. Dus nu is het gewoon beter. En verder hebben we stalen kooi achter. Ik kan het vanaf hier zo mooi zien. Kijk! Ja. Dus we hebben rolkooi, halve kooi. Zit vast, dus het is wel schroefkooi dat hij hier schroeft, maar verder is het gewoon helemaal afgelast. Ja. Biedt wel wat meer bestevigingen. Ja, en stem performance free seat kit, dus je ziet dat het wel een beetje netjes is hier. Nee, inderdaad. Dat vind ik wel prima, maar ik moet zeggen. Ja? Speaking of Formule, laatste keer waren we Formule 1 samen. Ja, hij gooit hem gewoon, ja. Want inderdaad, ik denk dat het de slechtst bekeken video ooit is, maar wij hebben samen met Formule 1. Ja, maar wel zelf. Ja, helemaal stellig. Alright, daar gaan we, jongens. Zin in? Ik ook. Hoe vaak heb je al op de ring gereden? 7 rondjes. Nice. Maar heel veel op de sim. Vandaag gaan we de 10 knakken. Of ja, niet knakken, nummer 10 ga je halen. Nou, daar gaan we. Let's go. Richting midden van de brug. En dan de linkerkeup. Langsaf, rechtdoor, richting rechterkant, oranje vanger, heel rechts, blijf rechts. Helemaal onderin beginnen we sturen naar de linkerkeup en rechterkeup. Snelheid is oké. Dus linkerkeup, rechterkeup. Is oké, hoeft niet te remmen. Niet remmen? Nee. Wat? Ja, hier een beetje op de rem, los insturen links, blijf links. En hier op de rem, los rechterkeup steunen en dan door naar de linkerkant en blijf links. Op blauw bord, bij remmen blauw bord insturen. Dus hier rem, los insturen. Stuur en naar buiten gas, go. En terug naar rechts. Voor oranje vangrail rechts op de rem. Verkeerslicht insturen links. Dus hier remmen, blijf rechts. En insturen links. Go. En rustig op gas. En vol op gas naar buiten. En dan links, midden en rechterkeup steun. 2 kilometer bord links, blijf links. Voor het bord een beetje remmen. En dan insturen rechts. Tikje op de rem, genoeg insturen rechts. En gas. En go naar buiten. Ja, genoeg grip.
door naar de rechterkant, blijf rechts en hier op de rem. Rem remmen, los insturen links. En dan weer een tikje op de rem en los insturen rechts. Ja, rechter curb steun en terug naar rechts. Einde curb door naar de linker curb en dan voor rechter curb bijremmen. Zie je bijremmen, insturen en dan linker curb. En dan blijf rechts voor twee auto's achter ons. Dan sluit je er langs. Ja, heel goed. Knippel ik naar rechts. En hier op de rem. Grote spoiler gang. Rechter curb en linker curb. En de gas naar buiten. Heel goed. Midden van de baan. Bovenaan ga je sturen richting rechter vangrail en dan boven linkerkant van de baan en blijf links. Bovenaan een oranje vangrail insturen naar de rechter curb. Klein beetje op de rem. In het glas, los, insturen. Oh, en gas, 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 gas. En vol, gas, go. There we go. Midden, linker curb, midden, linker curb. En goed op gas blijven. Dus. Jezus, man. Dan boven de rechterkant van de baan. De rechterstuk naar naartoe. Eerste verkeerspoort, rechts uitroeptekenbord op de rem, dat 5 kilometer bord. Dus hier remmen, iets meer, los en op gas, linkercup. Gas, 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 auto wordt licht, ja, ja, daarom, op gas blijven. Eindercup, hard remmen, vol, vol op rem, vol, 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 vol. En los, rechtercup stil, heel goed. Tjoh. En naar buiten. Je wist spoedcursus nummering hoor, wat zal je aanboten? En de gele vlag, afremmen tot 50. En kijk ervoor. Niet normaal, man. Ja. Eerste indruk. Spectaculair. Oh, mooi. Oh, mooi. Blijf holy door. Shit, man. Niet normaal. Ja, het is zo bizar ook als je inderdaad... Kijk, als je zelf gewoon gaat rondjes gaat rijden, dan rij je sportief. Ja, ja. Maar als je inderdaad echt iemand hebt die gewoon ieder hobbeltje, ja, ieder misdingetje in het asfalt kent... Dat dan wel. Is het zo bizar, ja, ja, ja. Als je hier doorheen kan. Ja, ja. En een Zandvoort of zo, dat ken je na. Ja. Als je daar een middag hebt gereden, dan ken je het. Inderdaad. Maar de Nürburgring, 22 kilometer. Ja, is, ja, hier is het ding dat je. Je kan zelfs op de sim kun je wel leren, links of rechts, weet je. Maar je hebt zoveel hoogteverschillen en verschillende asfaltsoorten. En als het van één asfalt naar het andere overgaat, dat je dan. Oh, ja, dat. Dat is het echt, inderdaad. Ja. Ik zei het net nog tegen de mensen met wie ik was. Dit is zo'n linkstuk. Ja, oké. Okay. Nou, we zijn geel of vlak voorbij. We kunnen op gas. Let's go. Linkercup, rechtercup, rechtdoor. En je gaat naar het begin van een rechter vangrail. Dus zit zo meteen of een rechter vangnet. Rechtop af. En dan op de rem richting bord 103. En dan los linkercup stouwen. En dan op gas naar buiten. Einde rechtercup op de rem. Begin linkercup insturen. Remmen, blijf rechts. Sturen, linkercup. Meer, meer, meer. Ja, en rechtercup en linkerkant en blijf links. Voor motorbord op de rem, blijf links tot dan witte punt op afspalt. Blijf, 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 blijf. En rechtercup. That's good. Rechtercup, strakker en op gas naar buiten. Go. En terug naar rechts, blijf rechts. Klein beetje op de rem, los linkercup steun en dan door naar de rechtercup. Dit vind ik zo bizar, want hier zie je gewoon niet waar je naartoe gaat, man. Blijf links op de rem, remmen, los, tweede rechtercup steun rechts. Dus eerste misje richting tweede en gas naar buiten. Go. Let's go. En blijf links. En op de rem harder. Los, insturen rechtercup. En weer een beetje op de rem. En strak linkercup steun. En dan door naar de rechtercup. En dan 90 wordt links en blijf links. Zodra de witte lijn naar links gaat, ga jij naar rechts. Naar de rechtercup. Heel goed, rechtercup. Blijf rechts en op de rem. Dus weer geel hier helaas. Dus linkercup en door naar buiten. Ik denk dat bij X-Mule. Oh, dat is zelfs hier. Oh, huh? Dat, nou ja, is wel interessant. Bijzonder. Ja? Bijzonder. Ik denk dat het zit. We gaan weer op gas. Kijk ik vanuit. Alright. Alright. Ja. Blijf rechts, vol gas. Komt de auto achter ons. Dan slaat hij er langs. Kunnen gewoon op gas blijven. Heel vet. Ja. Hier op gas blijven, door wachten. Gas, gas, gas. There we go. Blijf links. En op de rem en blijf heel lang links. Blijf links, 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 links. En de rechtercup staat nu. En bij rechtercup volop gas naar buiten. Let's go. Oké, volgende anderhalve kilometer is gewoon vol gas. Dus blijf op gas accelereren en blijf weer aan de linkerkant. Tel de curbstones. Blijf links op gas. 1, 2, 3 rechtdoor naar de rechterkant. Blijf rechts en op gas naar de linkercup. Gas, gas, gas. Go, 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 go. What the fuck? Ja, ja, ja. Deze man is niet goed, hoor.
altijd de balans in de auto. Ja. rechterkup, linkerkup, rechterkant, blijf rechts. Een klein beetje op de rem, blijf rechts los. En gas linkerkup. Los? Gas! Man! Ja, dan ben je heel goed. En terug links. Oh, de sim is daar toch anders, hè? Ik weet niet wat dat is. Een beetje op de rem, los, rechterkup, linker hek en dan door naar linkerkup. Begin linkerkup op de rem, blijf links tot aan het einde kurp. En remmen, blijf links. Iets meer op de rem, los, rechterkup. Rustig op gas naar buiten. Ja, perfect. En ga terug door naar de rechterkant van het vangnet voor je. Klein witte bordje 143. En op de rem, rechtdoor naar naartoe, naar binnen. Ja, let's go. Blijf op betonnen plaat. Bij uitgang, rechterhoek van de plaat, moet in het midden van de auto zitten. En dan door naar de rechterkup. En door naar de linkerkant, klein witte bordje 145. Dan naar de rechterkup. Einde rechterkup naar linkerkup. Voor linkerkup, een beetje van de gas af. Neem weer gas, niet remmen. Kom. Dan zit de rechterkup. Beginkup, tikje op de rem, eindekup insturen, los insturen, linkerkup, door naar rechterkup en door naar linkerkant en blijf links. Snelheid is goed, blijf links. En op de rem, en los en rechterkup en dan door naar de linkerkup en oranje vangrail links. Dus oranje vangrail, beetje op de rem, en los rechterkup. Heel goed, en weer bijremmen, en los linkerkup en dan door naar de rechterkup, op de rem een beetje en vol op de curve als je wil. Linkerhek op de rem, zie je remmen, los rechterkup, heel goed, en dan midden, perfect, op de rem, rem, en los linkerkup, en terug naar links, blijf links, en op de rem, remmen, los rechterkup, en dan buiten links, heel goed, blijf links, en op de rem blijf links, los rechterkup, en door naar buiten links, en dan terug naar rechts, en blijf rechts. En op de rem blijf rechts, en los linkerkup, en door naar de rechterkup steun, heel goed. En dan door naar het hek rechts, 169, rechtop af en dan linkerkup, linkerkup. Ja, linkerkup, heel goed. Perfect. Tikje op de rem, los en remmen, los rechterkup en naar buiten, en dan rechterkup. En dan midden van de baan, en door linkerkup, recht door naar buiten, einde rechterkup, door naar linkerkup, voorzichtig. Inhalen, snelheid is goed, inhalen links, hij heeft ons gezien. Dus blijf links, klein tikje op de rem, los, rechter curbstone. En dan gaan we hem voorbij aan de buitenkant, ja, linker curb. Heel goed. En langs af, linker curb. Rechtdoor naar het midden van de baan, die blijft rechtdoor gaan. En remmen naar de linkerkant, rem, blijf links, los, rechter curb. Ja, en blijf rechts. En klein tikje op de rem, los, linker curb. En dan door naar buiten rechts, en op gas. Ja, hij blijft rechts, we halen in en op de rem, iets meer, los insturen, strak tegen de curb aan en gas, let's go. Terug links, blijf links, na de eind bewegt de graffiti een beetje op de rem, zie je een tikje bijremmen, los insturen, rechter curb, naar buiten, linker curb, dicht tegen de vangrail aan, vangnet, tikje op de rem, genoeg, rechter curb, en bij je rechter curb, vol gas naar buiten, go. Niet te wat dit! Holy shit, dat je dit echt sick, man! Ja. Wauw, thanks! Ja, dat was leuk! Wat een ervaring! Ja. Wat een verschil ook! En je kan hem zo, jij zei het net al inderdaad, heel kort voordat het weer, dat we weer mochten, maar je kan dit zo vaak op de sim doen, maar het hoogteverschil en de dingetjes, de verschilletjes, dat kan je niet leren op een sim. Dat... Ja, zo is dat. Dat zijn de belangrijkste punten, want daar gaan mensen altijd de fout in. Want je kan wel links en rechts. Ja. Maar, en je weet hoe de bochten lopen. Ja, maar verschillende grip op verschillende asfaltsoorten en dergelijke. En het is, moet je wel een beetje wat meer rondes hebben. Hoeveel rondjes heb je al gereden? Ik zeg dat ik totaal rond de 5000 heb. Dat is samen met rijden ook op bijrijders toe. Ik kan het wel dromen. Oh, dit is echt niet normaal, man. Ja. Dan gaan we hier links. Dat is een dikke auto. Evo 1. Vet, man. Nou, dan ga je het tweede rondje even kijken hoe je mijn markt doet. Heel dik. Ja. En
zoals je ziet zijn we inmiddels weer teruggekomen bij Apex, jongens. De Puma staat hier nog steeds. Wij gaan weer terug naar Nederland, maar wauw, wat een ervaring was dit. Ik had al nooit een keer zo'n rondje op de Nürburgring gereden. Natuurlijk, je kan sportief rijden, maar zoals ik net zeg, sportief rijden en het circuit kennen, dat zijn echt twee compleet verschillende dingen. Wat was dit bizar. Micha, onwijs bedankt. Apex, onwijs bedankt dat ik dit mocht ervaren. En de jaren scheren natuurlijk gewoon op de Nürburgring. Super dik. Ik hoop dat jullie het hele vette video vonden. Iets anders dan normaal. Maar alsnog, ik hoop dat jullie hem heel erg gaaf vonden. Geniet de like, geniet de abonneren. En zie jullie weer heel erg snel. Hasta luego.